Ja, de affaire, of het schandaal, zoals steeds meer mensen het noemen, werd mede op de kaart gezet door de SP. Goedenavond, Lilian Marijnissen. En ook goedenavond, Farid Azarkan van DENK. Een partij die, zag ik vandaag, in 2016 al waarschuwde voor etnisch profileren bij de Belastingdienst. Zeker. Ik zag u vandaag reageren op dit rapport en zeggen, ik vind dat er aangifte gedaan moet worden tegen de betrokken bewindspersonen. Ja, dat is al gedaan. Dat hebben ouders al gedaan. Maar u roept ook de Kamer op om daarin zeker, mee te gaan. Zeker, omdat ik het heel belangrijk vind dat racisme, het selecteren van mensen op basis van hun afkomst, dat gewoon niet onbestraft blijft. Dat is een van de fundamentele problemen. Ja, want het wordt steeds duidelijker dat hier, voor iedereen die het nog niet door had, zeg ik maar, een heel grote rol speelde. Zeker, dat heeft de autoriteit persoonsgegevens geconcludeerd. Daarom staat het niet in het rapport. Dat vind ik jammer dat het niet in het rapport staat. Want daardoor het rapport van de onderzoekscommissie. Ja, de onderzoekscommissie heeft er zelf niets over gezegd. Sommige mensen zeggen, hoe kan dat nou? Want dat is zo'n wezenlijk kenmerk. Ja, deze mensen. Was niet hun opdracht. Nee, maar deze mensen zijn geselecteerd op afkomst. En dat is echt onvergeeflijk. Vanavond zag ik in de kabinetsreactie staan dat de autoriteit persoonsgegevens ook sancties gaat opleggen. Eerst was aangekondigd dat ze daarnaar gaan kijken. Nu wordt dus al gezegd ze gaan sancties opleggen. Is het dan nog wel nodig, als er dus al iets gebeurt, om ook nog aangifte te doen? En waarom dan? Nou, dat is ontzettend nodig, omdat die ouders zeggen, wij zijn jarenlang ten onrechte als fraudeur aangemerkt. We zijn tegengewerkt door leden van dit kabinet. Onder leiding van hun hebben ambtenaren ze tegengewerkt bij het halen van hun recht. En ten derde is, waarom zijn wij in hemelsnaam als fraudeur aangemerkt? Hoe komt dat? Want we hebben niks misdaan. En ik vind het dat die ouders ook echt moeten weten. En ik vind dat de rechter daarover moet oordelen. Dat ze dus op basis van discriminatie in deze groep zaten. Ja, u kondigt aan dat u in het debat volgende week de Kamer gaat oproepen om zich achter zo'n aangifte te scharen. Mevrouw Marijnissen, bent u dat van plan? Ja, wij zullen dat precieze voorstel goed moeten bekijken. We zullen alles doen natuurlijk om ervoor te zorgen dat de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn dat ook zullen weten. We zullen ook alles doen, dat doen we al, met Renske Leijten voorop. Maar dat blijven we doen om ervoor te zorgen dat er rechtvaardigheid komt voor die ouders. Ja, want dat is eigenlijk de belangrijke vraag van vandaag. Tuurlijk. Of de ouders hiermee geholpen zijn. Natuurlijk. Wat is het antwoord daarop wat u betreft? Ja, ik vind het wrang. Ik denk dat heel veel ouders terecht nu zeggen eerst zien dan geloven. Ik heb er veel gesproken vandaag, maar dat is wat ik hoor en dat snap ik ook heel goed. En wat willen ze dan eerst zien? Nou, dat er ook echt wat gaat veranderen. Als je weet dat die 30.000 euro die dan is beloofd rond de kerst, dat nog geen enkele ouder daar ook nog maar iets van heeft gezien of gehoord. En dat kenmerkt wel Mark Rutte en dit kabinet. Zeker. Dat lijkt dus gewoon een publiciteitsstunt zijn geweest rond de kerstdagen. En dat je het voor mogelijk houdt om zoiets te doen zonder dat die ouders daar nu nog iets van horen, maar al wel bijvoorbeeld de schuldeisers aan de telefoon krijgen of bijvoorbeeld op straat worden gefeliciteerd van goh, je hebt eindelijk is het recht gezet, 30.000 euro. Maar die mensen hebben nog niks. Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld, meneer Azarkan, horen we mevrouw Ollongren net uitleggen. Die ingewikkeldheid, dat wordt als reden gebruikt om deze ouders gewoon niet te helpen. Deze ouders wachten na elk debat. Zegt u dan dat er kwade bedoelingen achter zit? Nee, tot aan afgelopen zomer, toen we een spoedwet aannamen binnen een dag om te zeggen, nu gaan die ouders via een aparte organisatie buiten de Belastingdienst om worden geholpen. Daar hebben we ons best voor gedaan als Kamer. Toen hebben we ook gewaarschuwd naar de staatssecretaris, het is ingewikkeld, weet wat u belooft. De staatssecretaris maakt grote beloftes, die maakt ze op geen enkele manier waar. Maar ouders zeggen, Van Huffelen wegsturen is natuurlijk gewoon niet de oplossing. Wat belangrijker is dat de ouders na elk debat zoiets hadden van, komt er nou werkelijk hulp? En elke keer hadden ze die hoop en dan hoorden ze van, ja, er zijn dingen misgegaan, u krijgt hulp, uw zaak wordt gedaan. En zeggen ze, ik heb nog steeds niemand. En vervolgens was het, u krijgt 30.000 euro. Nou, dat heeft nog niemand gekregen. Ik wil er ook op wijzen, toch even naar een stukje even voor discriminatie. In 2007 is Rutte veroordeeld door de strafrechter voor rassendiscriminatie. In Haarlem, omdat hij had opgeroepen toen aan de gemeentes om alleen Somaliërs te controleren. Ja. En toen hij, volgens mij was dat in 2003, toen hij staatssecretaris sociale zaken. Ja, en toen hij dus, moet u zich voorstellen hoe hij reageerde, toen hij dat te horen kreeg van de rechter. Hij zei, dat kan dus wettelijk nog niet, mensen op deze manier racistisch bejegenen, dan moeten we de wet veranderen. Dus in plaats van dat hij toen zei van, nou, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is en deze mensen verdienen bescherming, zei hij, nee, we moeten de wet zo veranderen dat we dit altijd kunnen doen. Dat is gelukkig nu niet zijn reactie. Ik ben heel benieuwd naar hoe er gereageerd wordt, ook op de autoriteit persoonsgegevens. Want nogmaals, oorzaak hier is, het betreft allemaal mensen met een Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse achtergrond die jarenlang kapot zijn gemaakt, waarbij het systeem ze ernstig in de steek heeft gelaten. Ja.